ben Maarten Hermans. Ik ben 22 jaar. Ik ben Brabander. Brabander? Ja. Ja, ik ben een Brabander en ik ben geboren in Tilburg. En toen ik 7 was zijn we verhuisd naar Waalden. En daar kochten mijn ouders een watermolen. En eigenlijk bijzonder zo'n watermolen, want we kwamen uit de stad en dan kom je in één keer bij een watermolen. En dan zit in één keer een waterstroompje achter. Ja, het waterstroompje dat fascineerde me eigenlijk. Ja, het begon met fotjes. Ja, die hadden toen heel veel, werd verbouwd en overal lag gewoon hout en troep. En ja, dan zie je een hamerling en een spijker, dan ga je timmeren, dan ga je het water op, zinkt de boot. Oké, dan moet je de volgende keer een andere boot bouwen. Op een gegeven moment had ik een goed schip gebouwd en kon ik het water op. Maar het mooie was dat op een gegeven moment kocht mijn vader een boot voor mij en zei deze boot is sneller en blijft drijven. En dat hij een roze boot gekocht. En ik ben zo kleurenblind als iets. Dus ik wist het niet. En hij vertelde me steeds van, hé Maarten, deze boot is een supersnelle boot, goede boot voor jou. En ben ik toen heel veel mee gaan spelen. Maar iedere keer zei ze van, hé Maarten, je hebt een meisjesboot. Ik heb een meisjesboot. Deze boot is blauw. En toen op een gegeven moment kwam ik echt achter dat hij ook roze was. Bezig bent, hoe meer controleerbaar wordt en hoe meer je het water kunt gebruiken om energie eruit te krijgen. En dat is ook een beetje met nu dat na het NZNZF niet meer in sporten investeert, probeer ik het oncontroleerbare weer controleerbaar te maken. Ik probeer mijn eigen schema of mijn eigen programma te maken. Iedere week dat ik verder ben richting Rio, komt Rio eigenlijk iedere keer een stapje dichterbij. En op een gegeven moment wil ik trainingsgroep. Nou, ik had best wel een leuke trainingsgroep ook, met hele goede mensen erbij. En die trainingsgroep die motiveerde me steeds eigenlijk. Er was één iemand die beter steeds als mij was. Ik probeerde hem steeds te verslaan. En toen ik op een gegeven moment de jongen had verslagen, toen hadden we ook wedstrijdjes in het buitenland gevaren. En toen gingen we naar Duitsland toe. En daar dat was een hele belangrijke wedstrijd voor de Duitsers. Want hun konden daar een presidentbokaal binnenhalen. We konden subsidies binnenkrijgen voor de jeugd. En ze hadden niet verwacht dat een Nederlander zou komen en dat hij de bokaal weg zou nemen. Dus toen kwam ik daar varen en toen won ik de wedstrijd. Het kan een eendagsvlieg zijn, maar dat wil ik niet. Ik wil me kwalificeren voor Rio, dus ik moet ook gewoon steeds die resultaten kunnen leveren. En met deze vaarstijl die ik nu vaar, kan ik die resultaten uitleveren en kan ik zelfs nog foutjes maken om te kwalificeren. Ja, ik ben in 2012 achtste van de wereld, 23 geworden. Ik ben vorig jaar derde en tiende tijdens de World Ranking Race geworden. En dit jaar, moet even kijken, ik heb een hele goede winter gehad. Ik ben niet ziek geweest, ik heb geen blessures gehad. Dus ik verwacht eigenlijk heel veel van. Ik heb mijn stijl heb ik aangepast. Ja, het is eigenlijk gewoon een lifestyle geworden. En je moet ook een lifestyle maken om op deze manier te kunnen sporten. Kijk, als je betaald krijgt, dan kan je dat als werk zien. Maar ik moet het doen uit echt puur plezier. En hoe kun je blijven sporten en hoe kun je zo vroeg opstaan? Dat is toch alleen maar door gewoon hard te trainen. Ja, en gewoon plezier te hebben in het harde trainen. Kijk, als ik plezier in mijn sport verlies, dan hou ik ook direct mee op. Want het is zo zwaar. Ik doe dus eigenlijk 3 fulltime jobs. Ik train, dat is de eerste prioriteit. Dan probeer ik het geld binnen te halen om te kunnen trainen. En daarna probeer ik nog een beetje de toekomst op te bouwen met school.